Ja, dat is een heimwee. Ja? Zegt wel heel veel over deze groep. Wat ook te zien te zijn. We hebben nog lekker avond, gelijk donker daar. Ja. En die warmte. Subtropen kon niet tegen. Okay. Dus teruggekomen. Echt heimwee. Ja. Maar ja, dan zou je nu wel weer terug willen, want het is hier natuurlijk af en toe heel erg heet. We kunnen zeggen, man, lekker gebleven daar, joh. Ik zei, nee, joh. Ja, man is nog een jaar gebleven op de man. Ja. Maar ja, dat is ook, weet je ook niet wat hij eruit spookt. Nee, precies. Ja, en toen woonde bij zijn ouders hier. Ja, dan kreeg je een eigen huis. En toen ging hij lekker met een of andere giet van de, ja, van zijn koffie van Spanje lekker mee om, hè, de giet. Oh. Ja. Ja. Dus je hebt het uitgemaakt? Lazen. En nog mijn oudste dochter van, ah. En dus geweest, gewoon zus. Mijn vader zei ook, dan hebben ze, ze houdt toch nog een klauw boven de hoofd, hè? Ja. He, al hebben ze een moord gepleegd. Oh, dat broertje, zij was, waren achter voor dan. En toch, ze hebben allemaal negatieve antwoorden, negatieve gezet. Ik zei, ja, maar hebben zo belazerd, vreselijk. Hij weggepet had hij hem, ging een grote vrachtwagen rijden naar Zwitserland. Weet je ook nog uitgebreid hebben, weet je niet. En maar liegen, en maar liegen, en maar liegen. Dat waren wij niet gewend thuis. Hij heeft ook daar gewerkt, hè, aan de bierkade, bij in de garage, was automonteur. En toen zei zijn baas, zijn vrouw met vertrouwen, ook geweten had, meneer Versteeg, had ik het u gewaarschuwd. Van de later. Ja. Ik vind het een mooi verhaal. Ik, nee, ik ben blij, ik ben blij. Toen, nou ja, toen moest je echt nog een kruiwagen voor een woning, hè, in de jaren 60. Ja, precies. En, maar ja, het is voorbij. En toch zei hij, ah, leuke, gewoon mijn vader. En, nou, hij heeft er rotse dingen uitgevreten, heeft hij. De rotse dingen. En dan moest ik verschijnen komen bij de rechter, liep ze zo, liep zo weg. De rechter komt er de baby bij, viel ook niet mee. En liep zo weg, onbeschoft. Ja, wat voor een gewacht. Maar ja, aan één kant hebben ze de ouders mij goed opgevangen en mijn ouders ook in die tijd. En hoe is uw naam? Wat is uw naam? Ik heb altijd moeilijk gewoon naar boven Morgenstond. Hoe? Morgenstond. Morgenstond heeft, maar hoe is uw naam? Versteeg. Versteeg. En heb je voornaam? Eén. Mooi verhaal. Wat ben je aan het doen? Opnemen. Ah, nee toch? Nee, nu de Facebook zetten.